In deze video lees ik twee stukken uit de Surinaamse media voor, beide gepubliceerd op 17 september 2024. Het eerste artikel, afkomstig uit Dagblad Waterkant, behandelt de uitspraken van VHP-fractieleider Asis Kumar Fayadin, die kritiek uit op de benoeming van Leo Brunswijk als directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Fayadin stelt dat Brunswijk niet in staat is het bedrijf goed te leiden en kaart verschillende problemen aan binnen de EBS. Waaronder de aankoop van een verouderde generator. Het tweede artikel, uit Dagblad de West, belicht de reactie van Marciano Hellings, voorzitter van de vakbond bij EBS. Hellings uit zijn ontevredenheid over de manier waarop de EBS-directie omgaat met de problemen, vooral in Albina, waar bewoners zonder stroom zitten. Laat je mening achter in de comments. Het eerste stuk staat in Dagblad. Waterkant van 17 september 2024 en heeft als kop... ...Gayadien, verkeerdste keus ooit om Leo Brunswijk als directeur bij EBS te plaatsen. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. VHP-fractieleider Asis kumar Vajedin stelt dat er een heel verkeerde keus is gemaakt... ...om Leo Brunswijk als directeur te plaatsen bij de NV Energiebedrijven Suriname en VEBS... Hij noemt onder andere de recente perikelen bij de NVEBS waar het ervaren lid Samuel Mehejan kanttekeningen heeft geplaatst over het voornemen van de directie onder leiding van Leo Brunswijk om middels één offerte een ruim 23 jaar oude generator aan te schaffen voor US dollar 1 miljoen. Geier dienst stelt dat gezien de uitlatingen en handelingen van de directeur, die geen verantwoordelijkheid wenst te nemen, in dit geval de staat zal moeten optreden. Ik heb altijd gezegd dat het de verkeerdste keus ooit is om Leo Brunswijk daar als directeur van EBS te plaatsen. En het is nu weer de waarheid geworden. Het is een persoon die niet in staat is om een bedrijf op een goede wijze te draaien, zei Gayadin in een interview op Radio SRS. Volgens Gayadin heeft coalitiepartner ABOP enorm veel schade verricht aan de VHP voor wat betreft het grondproblematiek. Ondanks er vanuit het kabinet van de president meerdere malen is ingevrepen bij het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, VBB, blijken de vele misstanden nog steeds voort te duren. Gayadine merkte op het afgelopen de zondag nog een geval opgestuurd te hebben gekregen van een grondaanvraag van een persoon. Terwijl de stukken in behandeling zijn, blijkt nu dat op hetzelfde LAD-nummer dit en een secretaresse is toegewezen. U begrijpt dat deze zaken niet kunnen in welke samenwerking dan ook. Dus we gaan dat harder en strakker moeten aanpakken, aldus de politicus. Volgens de VHP-ondervoorzitter moet er opgetreden kunnen worden tegen personen die vanuit de ABOP op belangrijke overheidsposten worden geplaatst en daar verkeerde of foutieve handelingen pleven. De parlementariër noemt verder ook het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waar de sociale voorzieningen naar het volk toe niet goed lopen. Maar omdat het ABOP is, zou niet opgetreden kunnen worden. Als er een nieuwe samenwerking komt dat zullen die zaken wel goed gedefinieerd moeten worden. Want dat mag nooit meer gebeuren, welke partij dan ook. Omdat het anders koninkrijken worden van partijen, aldus de VHP'er. En alhoewel hij niet vooruit wilt lopen op mogelijke coalitiesamenwerkingen na de komende verkiezingen, vindt hij dien wel dat Surinamers moeten kiezen voor goede en integere leiders. De handelingen van de ABOP-functionarissen zullen ook een rol gaan spelen bij een eventuele beslissing om opnieuw samen te werken met de Veelzwarte Partij. Als er fouten gemaakt worden of als zaken niet goed lopen, dan moeten we dat herstellen. Maar natuurlijk moeten we lering daaruit trekken dat het zich nooit meer mag en kan herhalen. Anders blijven we in dezelfde situatie. Net zoals ik zeg dat het nooit zo moet zijn dat er een leiding komt van de NDP, want elke keer als ze dit land hebben overgenomen, hebben ze dit land vernietigd. Ik zeg niet dat ze niet mogen komen, maar laat de leiding zeker niet in hun handen zijn, anders ga je dien. Het tweede stuk in dagblad. De west van 17 september 2024 en heeft als kop Hellings beschamend dat directeur zich onttrekt aan bevoegdheden. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Het is ronduit beschamend dat de directie van de EBS een persconferentie belegt en zich onttrekt aan haar verantwoordelijkheid, stelt Marciano Hellings, voorzitter van de bond bij EBS, in een interview met Star News. Dit ter aanleiding van de uitlatingen die Leo Brunswijk. Directeur van de EBS zou hebben gedaan in een onlangs gehouden persconferentie. Volgens Brunswijk is het de schuld van een rvc lid dat de bewoners van Albina zonder stroom zijn komen te zitten, omdat hij hemel en aarde heeft bewogen om het voorstel voor de aanschaf van een tweedehandse machine in het buitenland te hebben geblokkeerd. Hellings vraagt zich af wanneer de aandeelhouders van het bedrijf eindelijk gaan optreden tegen de directie. Volgens Hellings zijn de bewoners in Albina terecht boos. Zij betalen voor de stroom. Maar hun apparaten van kapot en etenswaren bederven in de koelkast. Ook de medewerkers van de EBS, die leden zijn van de bond, hebben bij het bestuur geklaagd over de situatie. Zij worden door klanten steeds aangesproken over de situatie. Ze krijgen te maken met boze klanten en moeten ook bedreigingen aanhoren. Hellings merkte op dat de capaciteit niet is vergroot, maar steeds huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op het elektriciteitsnet in Albina. Het bedrijf moet inspelen op de groeiende vraag en niet meer verbruikers aansluiten als de elektriciteit niet kan worden verleverd. De voorzitter vindt het ook erg dat de directie met de vinger heeft gewezen naar de demonstranten en heeft gezegd dat de actie onnodig was terwijl de mensen zo lang gedupeerd worden. Hiervan was de directie ook op de hoogte, maar er is niks gedaan. Dat waren dus twee stukken uit de Surinaamse media, dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.